Light my fire. Ik weet niet of dat bij deze man een effect heeft, want... José Filip, ja, no, light my fire. 13 voor 3. Dit is Veronica's Al van de Nacht op Radio 3. Begin van een nieuwe zaterdag. Eigenlijk een beetje, want het is een beetje vroeg begonnen, maar toch, het is zaterdag. We hebben we gaan een nieuw spelletje lanceren, althans wij doen hier toen een poging. Nou, de poging doen we eigenlijk tot het uitleggen van het spelletje. Het zit namelijk zo, je kent vroeger wel... Je dagportier. Hij leuk. Je kent nog wel... Dat is de nachtportier. Of is dat de nachtportier? Nou, ben ik blij dat we om 4 uur klaar zijn. Geintje. Geintje. Je kent het spelletje Pim-Pam-Pet wel, neem ik aan, hè? Nee. Dat ken jij niet? Nee. Nou, dat is ja, heel moeilijk doen, zeg. Ik ken trefbal. Oh, en, dat vind ik al ouderwets genoeg. Ja, ja, nou, dit is heel ouderwets. We gaan dit een beetje nieuw leven inblazen. We maken er ook van Pim-Pam-Plaat. Heel creatief. Dat dacht ik ook. Ik denk, wat zijn we weer leuk bezig. We hebben een soort van draaimolen. Daar staan letters op. Mm-hmm. Floor die gaat zo met een ding in het ronde draaien. En dan blijft dat pijltje op een of andere letter staan. De kandidaat heeft 10 seconden om met de betreffende letter een aantal artiesten te noemen. Mm-hmm. Dus als hij op de P staat, dan noem je bijvoorbeeld... Pet Shop Boys. The Police. Maar als ik nou Ann Peebles wil noemen, is dat dan ook goed? Dan... Doe je haar achternaam of doe je altijd... Haar of zijn voornaam? We doen haar achternaam. Dus Peebles. En Peebles zou een goeie zijn. Ja. Nee, oké. Goedemorgen, met wie? Met Mark uit Bartlien. Huh? Hallo? Hallo. Hoe kan dit nou? Nee, dit is Bark. Oh, nee, Mark met een M. Oh, dit is weer Mark met een M. Dag, dag, dag. Dag, heerlijke lach. Ja. Ja, wij hadden een vrouw verwacht. Een vrouw? Of niet? Ja. Ja, we bedoelen, Stennis zit hier de telefoon en dan hebben we dus vandaar, er gaat weer van alles mis hier. Dus even kijken of die vrouw toevallig hier hangt. Je weet het niet. Hallo? Hallo, met wie? Nee, er hangt ook niemand. Dan ben jij de eerste kandidaat. Nou, dat is waanzinnig met een nieuw spelletje dan de eerste kandidaat. Ja, ja, daar zijn we leuk bezig. Leuk. Dankbare mensen. Je belt uit Bartlehem. Ja, het Friese Elfstedendorpje. Ja, daar ken ik het volgens mij ook van. Ja, dat is denk ik ook de enige reden waar je Bartlehem van zou kunnen kennen. Ja, ja. Maar helaas, de lente komt er weer aan, dus het zit er weer op. We gaan niet schaatsen. Ja, tegen het einde van al het toerisme en zo. Heel vervelend. Ja, nou, ik vind het altijd erg gezellig. Dan is het tenminste weer eens wat te kijken. Ja, nee, daarom. Omdat het lente wordt, het toerisme meteen afgelopen. Ja, volgens mij kan het nog, want de laatste Elfstedentocht was volgens mij ook erg achterin februari, toch of niet? Nou, ik hoop van niet. Ik heb laatst al een keer de hele boel al bevroren. Dus wat mij betreft hoeft het nou niet weer te gaan vriezen. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Hey, heb je begrepen wat het bedoeling is? Ja, leuk. Pim-pam-plaat. Pim-pam-plaat? Ja, het is in één keer te begrijpen. Jongen, nou. Ja, nou ja, ik bedoel, dat moet ook wel, anders was ik er ook niet opgekomen. Ja, ik heb direct mijn platenlijst erbij gevakt, dus dan ga ik als een platenlijst. Bezetene. Welke platenlijst? Nou, met favoriete namen. Dus als je nou met de I begint, roep ik heel hard. Chris Isaac en Icehouse, dat begint met een I. Ja. Je hebt daar een hele lijst... Met artiesten voor je neus. Ja, het is voor jou met hopen dat hij op voor jou gunstige letter komt. Ja. Het is de bedoeling dat je binnen die 10 seconden zoveel mogelijk artiesten opnoemt. Godskleren. Het volgende uur doen we het nog een keer. Ja. Mocht de persoon over jouw aantal heen gaan, dan heeft hij de prijzen gewonnen. Ja. Stennis, misschien is het wel leuk dat jij nu even vraagt om wat voor prijzen. Wat voor prijzen? De bovenste 3 albums uit de albumtop 100. Gadverdamme. Heb je niks originelers? Is dat ook die met Whitney Houston? Vind je die niet leuk dan? Met die Pim-Pam-Pet vindt hij dat. Oh, daar zit hij er niet bij. Graag. Nee, dan gooien we daar een beetje met de Pim-Pam-Pet na, dus eigenlijk. Mm. Zullen we het gaan doen? Ja. Zo omstreeks 10 minuten voor 3. Mm. Nou, misschien wil je wel snel naar bed, je weet het niet. Nou, nee hoor. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Pim-Pam-Plaat. Ja! Floor, wil je gaan draaien? Floor gaat draaien aan het wieltje. Ja! Nu mogen en welke letter komt daar tevoorschijn? Daar komt een W. Daar komt een W. Een W? Ja. Ja. Wendy en Lisa. Ho. Hier ga je 10 seconden. Wendy en Lisa, The Waterboys, The World Party, De Waanzinnige 20 van de Gouden Trompet Succes. Jezus. Drie stuks. Ik hoorde Wendy en Lisa, ik hoorde World Party en ik hoorde... Waterboys. Waterboys. The Waterboys. Weet je wat leuk is? Ik heb alles van de Waterboys. Nee, dat geeft niet. Nee, want het ging om de albumtop zo. Ja. Hey, we gaan zo meteen in het volgende uur horen of 3 genoeg is voor jou. Nou, dan blijf ik nog lekker een uur luisteren. Ja, dat is ook het doel van dit spelletje. Ja. Leuk, slim. Nou, mocht het inderdaad zo zijn, dan krijg je dus en de prijs. En bovendien draaien we dan van de artiesten die jij genoemd hebt volgende week wat plaatjes. Ach, van de Waterboys. Ja. Oh, feest.
Goed plan? Ja, ga ik volgende week weer luisteren. Kijk, dat is ook het doel van dit spelletje. Weer slim. Hoor. Heel slim. Ja. Hey, bedankt voor het meedoen. Oké, okay. En jullie ook bedankt. Je hoort het volgende uur. Heel graag. Oké. Okay. Hoi, hoi.